Danny, van harte proficiat. Hoe voel je je nu? Ah, ik voel me oppergelukkig. Allee, ik denk dat ik het misschien nog niet volledig besef, maar het is gewoon een droom die uitkomt en een prachtig einde van dit seizoen. En nu een feestje bouwen? Ja, sowieso. Ik hoop dat iedereen in Gent nog goed wakker is. En kunnen we ze biedt volop genieten met iedereen die het verdiende voor heel Gent en alles erom. Met een pintje erbij? Misschien ermee. Kom, geef maar hier. School, Michel Preud'homme, je hebt al gezegd van de beker halen met Gent, dat is even goed doen als kampioen worden met Standaard. Maar ik denk het. Ik denk dat in de twee gevallen hebben wij het maximum eruit gehaald met Standaard. Dat was een voorbereiding. Eén seizoen daar komen, tweede seizoen toeslaan. Met Gent was hetzelfde eigenlijk. Eén seizoen voorbereiden en de tweede van de competitie en de beker winnen. En ik denk dat het op hetzelfde niveau is dan de titel met Standaard. Barend, wel gevoelig gaf het jou om die beker in de lucht te steken? Ja, een geweldig gevoel. Hè. Wat vond je van de wedstrijd? We hadden cirkel iets offensiever verwacht, dus ik vond ze vrij defensief. Maar goed, we zijn geduldig geweest en toen die 1-0 viel, hadden we de match onder controle en van daaruit 2-0 naar 3-0, dus een oververdiende verwinning. En nu een feestje bouwen? Ja, dat denk ik wel. Hè. Don't you dream
De beker stond in Gent. Wil duik een stukje beker in huis halen, kiep toch snel de DVD van de cupfinale. Een schiene souvenir met sfeerbeelden, uitgeloten supporters, unieke beelden vanaf de spelersbus en souvenir. Die DVD is te verkrijgen het secretariat van KAA Gent. Historische beelden van een historische wedstrijd. Ook zeggen het vuurt en de maguurt.